Op vrijdag 30 november komt er een nieuwe Maleise beer bij Burgers Zoo. Door de beer bij de andere vrouwtjes te zetten, hopen de verzorgers dat er berenwelpen komen. Maar die armse vrouwenbeertjes, die zijn toch eigenlijk al oud en minder vruchtbaar? Ja, die zijn... Gaat dat dan wel lukken allemaal? Nou, dat wordt best wel spannend, want en dat hebben we ook eerlijk in het bericht naar buiten gebracht. Dat is een van de zorgen, is dat eigenlijk de beren die nu in Europa zijn allemaal relatief al best wel oud zijn. Nou, ook onze vrouwen zijn al 18 jaar oud. We hebben onderzoek laten doen door Duitse deskundigen. Die zijn een keer helemaal uit Berlijn gekomen om te kijken, dieren onder narcose, om te kijken van zijn er genetisch of zijn er gewoon anatomisch problemen. Hè? Ja. Hoe ziet het geboortekanaal eruit? En een van die vrouwen die bleek gewoon dat de hoop eigenlijk bijna 0% is. En die andere vrouw die is ongeveer 50% kans dat ze nog vruchtbaar wordt. Oh. En dus dat is niet heel rooskleurig, nee. Maar we hopen dat die komst van die man, dat die zorgt dat die vrouwen echt weer... Die krijgen gewoon een boost. Ja, precies. Dat is echt wat je hoopt, dat ze hormonaal ineens weer geprikkeld worden. Ja. Hè, stel je voor, ineens een knappe jonge man is er en die dames die denken... Hey, die komen gewoon in hun tweede jeugd. Ja, precies. Die kijken toch even een keertje extra in de spiegel misschien van zit mijn haar wel goed. Ja. Nou ja, hopelijk brengt dat, dat kan echt stimuleren dat het weer allemaal op gang komt. Ja.